Vanochtend vroeg had de D66-Leiden-fractie een verrassing voor de conciërges van het Bonaventura College aan de Burggravenlaan. Vandaag is even jullie dag. We zetten jullie in het zonnetje. Namens de stad natuurlijk en namens D66. Maar goed, dat doet er wat minder toe. Het gaat vooral om jullie. Jullie worden ontzettend gewaardeerd, dat is duidelijk. En ik zou zeggen, blijf dat tot in lengte van jaren doen. Blijf gezond en geniet extra vandaag van de aandacht. Ook al vinden jullie dat natuurlijk helemaal niet leuk. Jullie hebben het gewoon verdiend. Zo simpel is het ook. En geniet daarvan. Ik kan helaas niks. Ik moet dan via de tafel. Dus ik ben helemaal niet gezellig. Maar Susanna heeft een heel mooi schildje voor boven je bed. Ja, we doen dit inmiddels voor de vijfde keer. Het is heel belangrijk omdat een conciërge een onmisbaar onderdeel is van wat er in een school gebeurt. Ze hebben de contact met de leerlingen, ze zorgen voor veiligheid, zowel fysieke veiligheid als ook sociale veiligheid. Ze zorgen dat docenten hun werk kunnen doen. Ja, en met corona hebben we kunnen zien dat het eigenlijk om de paar weken anders is. Hè? Nieuwe maatregelen, wat betekent dat bijvoorbeeld voor je routing door de school? Hoe zorg je dat leerlingen zich toch aan de maatregelen houden, zonder dat het nou een hele lastige situatie wordt? Het is gewoon een conciërge is altijd al belangrijk. Maar ik denk dat in deze coronatijd we extra aandacht moeten hebben voor hun werk. Want het is niet makkelijk om onderwijs te geven in deze tijd. En zij zorgen ervoor dat alles door kan draaien. En dat verdient een schildje en een bos bloemen en een groot compliment wat ons betreft. Nou, we hebben dus gehoord uit die nominaties dat ze vooral tijdens de examentijd, dus dat was in de eerste lockdown, toen eigenlijk helemaal niks mocht. Toen waren ze veel strenger met de 1,5 meter en zo, dat ze de examenleerlingen met z'n tweeën heel goed hebben opgevangen. Dat één van hen ze dan opving en een dolletje maakte en een grapje, zodat ze echt ontspannen, een beetje chill de examenzaal inging, terwijl de anderen dan zorgden dat ze goed op hun plek kwamen. En dat is echt heel belangrijk. Dat valt me op, ik werk zelf ook in het onderwijs, dat een conciërge in deze tijd eigenlijk alleen maar loopt te zeggen, dit mag niet, dat mag niet, 1,5 meter, ga even daar staan, dit mag niet. En dat deze mannen zo ontzettend positief zijn gebleven en eigenlijk de kinderen vrolijk hebben gehouden, dat is echt wel fantastisch. Ja. Wat vind je ervan dat je conciërges deze prijs gewonnen hebben? Ja, superleuk. Ze verdienen het echt, zeg maar. Ja, ze helpen altijd, ze zijn heel lief. Kan je daarvan een specifiek voorbeeld geven, hoe ze je hebben geholpen? Jazeker, bijvoorbeeld als je je kluisjesleutel vergeet of iets dergelijks, dan kan je altijd naar ze toe gaan. Of als ze fietsen in de weg liggen, dan halen ze ze altijd echt voor je weg als je dat vraagt. Ja, hoe moet je daar van zeggen? Het is eigenlijk heel raar. Natuurlijk heb je plezier aan je werk, dat is heel simpel. Maar als je dan een beetje waardering krijgt, een beetje meer is een beetje, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Zeg ik eerlijk, ja. Het is een beetje verlegen wokken van, eerlijk gezegd. Ja. Nee. Normaal zijn we geen praters meer doeners, maar ja, het is toch wel leuk. Ik zeg het eerlijk. Hoe ziet vandaag er verder uit voor jullie? Eerst even bijkomen natuurlijk, ja. Van de schrik zou ik maar zeggen. Ja, bakken koffie, want als de kinderen binnen zijn, bakken koffie. Ja goed, dan gaan we eens gebruiken een rondje maken, als er nog wat dingen gerepareerd moeten worden en dat soort dingen. Dus, af en toe te laat komen ze aan over de bol, je weet hoe dat gaat. Ja. Dat komt wel goed, naar de dag.